Oké, okay, van hier op TV, daar zijn we een nieuwe aflevering van Fortnite. Hier is een nieuwe stad, Mark. Ik wil even hier kijken. Oké. Okay. Allemaal nieuw. Voor mij is de wereldmap ook iets verder geüpdate, volgens mij. Ja, en wel volgens mij ook wat groter geworden, weet ik niet zeker. Nee, groter is het niet geworden. Ze breiden de map alleen verder uit. Fuck zijn deze buizen die ik hier zie. Oh, dat... Oh, god. Daarin gaat dan wel je weggeschoten. Mooi. Oh, ik ben geglitcht. Oh, ja, toen viel ik naar beneden. Is het weer zover? En ik lag hem echt kapot hard hier. Ja, maar dat heb jij meestal aan het begin, of niet? Ja, ik weet niet wat het is, maar ik heb best wel een decent videokaart. Beter dan jou. Ja, dat zeker. Misschien dat het niet aan je videokaart ligt. Misschien dan iets anders. Niet precies zeggen wat, maar... Maar mijn CPU-use is ook niet belachelijk hoog of zo. Ik zou het ook niet weten, hoor. Misschien heb je je instelling gewoon te hoog staan. Dat kan ook natuurlijk. Nee, zat gewoon op wat Nvidia zelf aanraadt. Oh. Ja, als je het zelf aanraadt, dan... Want Nvidia heeft GeForce, programmaatje. Ja. Ik weet niet eens hoe dat heet, maar dat zegt gewoon letterlijk wat de beste instellingen voor jouw PC zijn. Ja, nee, dat klopt, ja. En dat gebruik ik altijd. Nou, ook al werkt het ook niet voor Rocket League. Kijk, Wee! Helemaal weer naar beneden flikkeren. Maar die buizen die zijn ook best wel grappig eigenlijk. Als je daar met je glider in gaat, dan word je gewoon weggevlogen. Ja, daar ben ik geglitcht. Oh. Tactical. Even kijken. Oké, de storm is niet heel ver weg, maar we moeten nog wel even zo daar de gaan lopen. De cirkel zou je bedoelen. Ja. Hier een kissie. Een bush. Kijk, een tactical shotgun. Beter dan deze, ja, dat is zeker. Oh, ik heb de hele tijd de microfoon aan. Dat kan. Zullen we maar eens richting de storm gaan? Of richting de cirkel? Oh, dat was best veel damage wat ik kreeg. Ik dacht, oh, dat kan wel. Mijn glider, ik heb wat meer shit nodig. Vooral hebben we healing nu. Goed idee. Ja, ik kan beter wel even... Want ik heb zelf al... Maar ga niet alleen rennen, dat overleef je dus eigenlijk niet. Nee. Maar ik zit ook nog een beetje te kijken. Tussen huisjes. Ziet er best wel mooi uit eigenlijk. Ja. Fuck, hoor ik dan alweer. Ben jij dat, Ido? Iemand met een glider. Oh. Ik vond het al zo vaag. Ik denk van, ben jij dat? Want jij zit gewoon precies boven me. Dus... Dat is een TNT. Op, heb ik hier loeren. Hey! Heb je wat gevonden? Nee, een goed wapen. Ik vraag of je wat hebt gevonden. Nee, ik heb een goed wapen. Oh god. Zullen we eens gaan lopen? Ja, ik vind het een goed idee. Ah nee, dat is niet handig. Dan ben ik echt bijna dood. Nou, weet je wat, ik ga gewoon suicide plegen nu. Suicidaal heet dat? Zoiets. Don't do it, Ero, don't. You have so much to live for. Alleen voor mijn hamster misschien, maar... Sinds wanneer heb je een hamster? Dat heb je me nooit verteld. Ik kan niet alles te vertellen. Dit is dik ter ellending. Rip. Zo meteen mag ik niet meer respawnen. Oh, ik mag serieus niet meer respawnen. Oh wel. Ik spawn wel weer mooi in de cirkel. Dat is mooi. En wat de fuck zie ik hier? Een soort van gigantische drone met van die... Ja. Waar je ook naartoe kunt vliegen met je glider. Ik ga daar eens even boven.
Even kijken wat hier. Ja, ik ben even bezig met een achievement volgens mij. Maar hier is nog niemand geweest. Maar hier kun je sneller door de map heen navigeren of zo. Oh fuck. Oh shit, oh shit. Auw, ik ben dood. Wat doen we? Ja, door een persoontje. Die precies op die drone zat. Ik kom richting ja, jou. Ik noem het een drone vanwege dat de vorm er gewoon uitziet als een drone. Auw! Oh. Ik had jou daar niet verwacht. Ik heb er één. Nee, die had mij volgens mij gekild. Ik hoorde hem eigenlijk al aankomen, maar die was onzichtbaar op een of andere manier. Slurp, dude. Oh nee, fuck, daar heb je hem. Dat is in die cirkel kill geraakt worden, by the way. Als je in je stream zit. Rip. Ik zie iemand met een luchtbel. Ja, en ik ben weer dood, helaas. What the fuck is dat? Hey, Bush Bush. Hallo. Hallo. Nee. Godverdering. Oh my god. Twee shots en ik was dood. Door een shotgun. Tuurlijk. Hoppa. Man down. First kill of the day. Maar nee, ik zie niemand. Ja, ik zie af en toe iemand. Oh ja, daar. Kom hier. Jou, ja. Ik dacht iemand bij jou landen, maar dat is een teammate. Dory. Nee, Dory heeft hier niks mee te maken. Nee, ik ging weer dood. Ik kom nu naar jouw rechterkant. Landt hier iemand? Kijk uit. Ik land hier sowieso, maar. Wat had ik net horen? Iemand is op die gebouw geland. Ik heb proberen op te zoeken. Waar is hij heen? Auw! Er zit er eentje zuidoost. Oké, what the fuck? Er zat er één naar boven, knik-ei. Ja, die zag ik niet. Het terrein. Kijk, we even concentreren. Alleen maar teammates. Zo goed als. Thanks, teammate. Supply drop. Oeh. Goed, Wat? Waar kom jij daar vandaan? Okay. Oh, die hebben een goede sniper. Ik heb alleen een hunting rifle of zoiets. Ja, ik heb nu ook een sniper vanwege een supply. Kissy, wie uit de lucht kwam. Maar ik heb geen fatsoenlijke sniper, dat is het hele probleem.
wordt ergens keihard vanaf gesniped. Ik weet niet vanaf waar hij zit. Oké, ik word gedood. Ik word gedood. Oh, oh. Ja, ik ben dood. Waar zit hij? Oh. Hij zat dezelfde plek als mij te aimen, alleen hij was net een tikje eerder. Mooi kut. Zien. Ik raak echt helemaal niets. Het is echt gewoon verschrikkelijk. Ja, en ik zie op het moment helemaal niemand. Oh, daar. Deze enemies houden echt van bouwen. Ik ga even een paar dingen uitschieten. Hey, Sparrow. Oh fuck. Er is echt helemaal niemand. Het is die enemies ook gewoon geen close quarters op. Oh shit, ik heb geen calls meer. Oh. Got him. Waar is ook die enemies ook geen close quarters? Got one. Oké, dat is tenminste iets. Hoeveel kills heb jij al? 2. Ik 4. Ik zie toch echt net hè, dat de enemies geen close quarters opzochten. En precies kom ik iemand close quarters tegen, en nu weer. Rip. Ik heb nu 3 kills. Heb er weer 1. Weet dus, nou wordt de match pas leuk, nou wordt het een beetje intensief. Nou moet je wel een beetje kort, short range gaan opzoeken. Klopt. Oh, bijna had ik er 1. Hoppa! Als jij gewoon stil staat, dan ben je een hele makkelijke target. Escape. Hoe gaat het daar hierdoor? Hop, nog iemand, 177 meter afstand. Nice. Stond in een boom. Maar die is niet waar vandaan werd geschoten, dus die kon me nooit zien. Ik stond een beetje verdekt opgesteld. Want ik sta onder een boom. Op een dak. Hop, 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 hop. Ook van achter. Hoppa, weer iemand, 127 meter. Als je gewoon genoeg kogels schiet, raak je vanzelf een keer iemand. Hi, hero. Je kunt zeggen wat je wil, maar het is wel zo. Klopt. Wat ik eigenlijk mis is nu de controle, want ik heb een echte triggervinger. Heb er weer een. Hoppakee. Wow! Spolder! Wat de heck betekent dat, spolder? Is dat een soort flashit? Nee, nee. Bam, heb er weer een. Hoppa, even een sniper uitgeramd. What the fuck? Again. Maar we staan wel op het punt om te winnen. Ja, dat zeker. Ik had 7 kills. Is more than one.
Wow. 2 tegen 1. Oh, daar vandaan. Sneaky motherfucker. Ik ga in de boom staan. Ik ga sneaky campen. Ik ben weer rood. Maar, ik kan wel zeggen, ik heb al 9. 9 kills? Ja. Wow, je lijkt me echt kapot had op Discord. Waar ben je internet vandaan? Hey. Hey, gewonnen. Hoeveel kills heb je? Wat denk je? Heb ik net gezegd, 7. Oh, ja, ik 9. You came first out of 40 players. Level 3. Oh, ik ben eerste geworden. Out of 40 players. Ja, ik ook. Eerste? Ja. Ja. Dus een beetje bugjes. Maar in ieder geval, live een like. Achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg.